Ja, goedemiddag. Welkom op de binnenplaats van Hotel de Grand in Amsterdam, waar ik tijdens de Pride Amsterdam weer Dolly's LGBT Party ga organiseren op 31 juli en 1 augustus. We lopen nu naar de entree van de Grand. Loop gezellig met me mee en dan gaan we naar de raadzaal, want daar vindt het allemaal plaats. Loop je mee, gezellig? Dolly Bellefleur, we zitten binnen. Ja. Aan een gedekte tafel. Kun je vast meer over vertellen? Nou, jij hebt een voorproefje van Dolly's LGBT Party in de raadzaal van Hotel The Grand. En dat gaan we voor de tweede keer doen tijdens de Pride Amsterdam. Op 31 juli en 1 augustus. En dan is deze zaal hopelijk gevuld met allerlei mensen. En dan ga ik begeleid door mijn vaste kokette klaviervirtuoos Kees van Zandwijk. Allerlei liedjes zingen die ik de afgelopen 25 jaar heb gezongen. Tijdens de Pride, want de Pride bestaat 25 jaar. Dus dat gaan we toch op proosten. Er moet er champagne bij komen. Ja, dat zou heerlijk zijn. Nou, kijk eens wat er aankomt, jongens. Champagne, ja. Helemaal top. Ach, ik zie hem voor het eerst zonder mondkapje. Oh, goed, hè? Ja, nee, ik ken deze meneer, want ik heb het natuurlijk al een aantal keer mogen voorproeven. Maar wat ben je leuk zonder mondkapje. Dankjewel. Wat is het toch fijn dat de regels niet meer zo scherp zijn. Nee, klopt. Hey, en wat kunnen de gasten, zullen we eerst even toosten? Op de kijkers ook, hè? Op de kijkers ook. Ja. En proost. Maar het is natuurlijk niet alleen feesten, er zijn ook allerlei andere activiteiten. En ook tijdens de LGBT-party ga ik ook liedjes zingen. Ja, die ook te maken hebben met homo-emancipatie. Ik bezing bijvoorbeeld het homo-monument. Wat ook al heel lang, sinds 1987 bestaat. Ik denk dat vooral de zichtbaarheid heel belangrijk is. En ook stel je voor, je bent jong. Hè, je bent een paar jaar jonger dan wij nu zijn. En je worstelt met je gevoelens, je weet nog niet precies. Dan is het mooi om te zien dat er twee weken in Amsterdam, dat wij dan met elkaar een groot feest vieren. Ja, maar dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar jij gaat ook langs scholen, hè? Want op school is het ook heel belangrijk. Zeker ook in bepaalde geloofsovertuigingen. Ja. Alle respect ervoor, maar ik vind, we zijn in Nederland en iedereen is gelijk. Ja, ik heb in die zin eigenlijk altijd wat. Ik weet natuurlijk dat er heel veel dingen gebeuren die minder positief zijn. Maar ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk alleen maar positieve ervaringen heb. Ook op scholen ben ik vaak ontroerd als ik daar vandaan kom. Dat geeft mij ook een gevoel van, oh, het gaat wel goed. Want er zijn ook heel veel jongeren die heel open-minded zijn. Het zijn ook de jongeren natuurlijk nu die heel erg de discussie aanzwengelen van, hè, wij zijn nog opgevoed met, hè, je hebt mannen en vrouwen, maar dat hele non-binaire, dat wordt toch echt door de jongeren heel erg aangezwengeld. Ik zie dan ook jongens die komen gewoon naar school in de rok van hun moeder of de rok van hun zus of met make-up. Maar we zijn nu Ik moet het weer even gaan ophalen. Ja. Want je eet het dan in drie verschillende gangen. Onderaan zitten dan de sandwiches. Ja, nou, klopt. Dat klopt. Hier heb je de scones. Ja. Met de clotted cream. Dat is altijd zo heerlijk om dat uit te spreken. Heerlijk. Clotted cream. Ja, en dan bovenop zie je dan de patisserie. En het leuke is, want we willen natuurlijk niet meteen alles weggeven. Maar als je op 31 juli of 1 augustus naar Dolly's LGBT party komt in de Grand, dan vind je hier ook bijvoorbeeld eetbare hakken, oh, eetbare geweldig. Pumps of een portret van Dolly wat je kan opeten. Dan gaan we op proosten op een geweldige 30ste en de eerste. Nee, de Grand, het is natuurlijk gewoon een geweldig historisch pand in Amsterdam. Het is uiteindelijk nu een luxe hotel, het was hier voor stadhuis, maar als je verder terug gaat in de tijd, was het Admiraliteit, het was ook de Prinshof van Amsterdam, dus zelfs Willem van Oranje heeft hier ooit geslapen. En daarvoor waren het kloosters, dus het gaat echt al terug naar, nou ja, het eerst genoemd was 1411, dus we hebben echt al meer dan 600 jaar geschiedenis hier. Ja, en sinds 1992 is het hotel, dus het is gewoon de combinatie van geschiedenis van het pand. Je kan eigenlijk ook alle eeuwen wel terugvinden in het pand en dan ook zeg maar weer een beetje het moderne, wat natuurlijk het moederbedrijf voor staat. Het is eigenlijk gewoon altijd heel toegankelijk geweest voor buitenlandse mensen, de Amsterdammers, natuurlijk Amsterdammers uit het verleden, de buitenlandse gasten. En we hebben echt iedereen van overal vandaan.
En gay-friendly, ja, dat zit een klein beetje in mezelf. Natuurlijk zit ook in de community. En ik vind het gewoon belangrijk dat je gewoon dat iedereen welkom is. Er zijn genoeg mensen die het eigenlijk gewoon helemaal geen probleem vinden. Maar die zijn vaak wat minder mondig, want die hebben niks te verliezen. Die willen gewoon lekker een ding kunnen doen. En ik denk, als je het gewoon op een leuke manier laat zien, dan blendt het vanzelf allemaal wel door elkaar heen. En sommige dingen hebben gewoon tijd nodig, denk ik. En wij proberen gewoon elke keer een stukje meer ervoor te doen, om mee te helpen. Niet alleen het leuke, maar ook gewoon serieuze aspecten. En op die manier werkt dat. En ik vind gewoon, weet je, nu bijvoorbeeld, net wat ik zei, ik ben al heel lang hier, maar wij zijn ooit begonnen hier een keer met de regenboogvlag. Maar nu hadden we ons moederbedrijf akkoord. Maar toch over de hele wereld 4.500 hotels. Alle hotellogos waren in de regenboogkleur dit jaar. We hebben wel eens mensen die gewoon ook kamers boeken, omdat ze dan denken dat hun artiest er is. En die zijn dan toevallig in het hotel. Maar kijk, als de mensen de hele dag in de lobby zitten, valt het op. En dan worden ze door security gevraagd wat ze aan het doen zijn op een leuke manier. Maar daar hebben we eigenlijk nooit geen last van. En gasten vinden het eigenlijk per definitie heel erg leuk, want het geeft toch reuring met zich mee. Het is maar twee keer in de tijd dat de poort voor het hotel dicht is geweest. Eén keer met Robbie Williams en met Michael Jackson inderdaad. En voor de rest nog nooit. Dus voor qua fans was het echt een enorme happening. Ik vind het superleuk dat we nu het tweede jaar in gaan met Dolly. Het is vorig jaar eigenlijk geboren omdat we niet weg konden uit Nederland. En men toch de behoefte had om wat te doen. Je kon niet naar theaters. De maximale capaciteit was 60. Nou, voor een one-woman show. De zaal is groot genoeg om dat op afstand ook dit jaar op 1,50 meter met steltjes te doen. Was het leuk, want Dolly kon weer werken. En zeker vorig jaar was het echt na gewoon 3-4 maanden niks. Was het eigenlijk het eerste wat er weer kan. En het was ook gewoon een beetje vanuit ons reuring te creëren. Maar ook aan de andere kant om artiesten wat te doen. En ook om te zorgen dat er met Pride nog wat gebeurde. Dat die Pride helemaal van de aardbodem geveegd was. 31 juli en 1 augustus is hier het grote feest. De party van Dolly Bellefleur. Wil je daar naartoe? Boek dan via de website van dollybellefleur.nl of ga naar Hotel De Grand in Amsterdam. En we zien jullie dan.